Ik dacht wel bij mezelf, er kan wel wat in bad gebeuren. Ik liep toch zo te tobben overdag en s'nachts in bed. Hoe moet dat nou met Rosa, zeg ik. En met Annie 2. En Harry zegt, ja, lieve kind, ze kunnen lastig mee. Ja. Ze zijn in goede handen. Nou, toen was ik uitgepraat. Maar in de trein naar Oostenrijk kreeg ik het altijd kwijt. En ik wou echt niet klagen, maar ik zat me af te vragen. Hoe zou het met Rosa zijn en met Jacoba? Hoe zou het met Carla wezen en met Annie 2? Ik dacht de hele dag maar aan de beesten. Ik liep te piekeren bij alles wat ik deed. Wat moeten boerenmensen op die latten in Tirol? Wij horen op de klompen in het land van Rode School. En voortaan zeg ik vast en zeker nee, want en die man.